Er was laatst iemand die zei tegen mij, ik vind jou eigenlijk helemaal geen Ronald. Ik zeg, wat? Ze zegt, ja, weet niet, ik vind jou gewoon geen Ronald. Ik zeg, hoezo? Ze zegt, nou, gewoon die namen, jij, vind je gewoon niet bij elkaar passen. Ik zeg, nou, ten eerste, ik voel me wel een Ronald. En ten tweede, kom je daar wel verrekt te laat mee, mama. Ik vind... Mensen die snel... Dat is ook niet natuurlijk, hè? Snel wandelen. Dan moet je oefenen. Nou, dan ben je ook knettergek, of niet? Het is niet natuurlijk snel wandelen. Je ziet nooit kinderen die zeggen, hey, een bal. Dat is niet natuurlijk. Dat is geen sport, dat is een aandoening. Oh, omdat je gewoon een achterlijke, dikke, vette treut bent. Ja, toen was dat verstil aan de andere kant van de lijn. En je zit daar te genieten van je pannenkoek Hawaii. Maar er zijn ook allemaal kinderen. En die zien het niet als een serieus etablissement, maar als een speeltuin. En die hebben er ook geen moeite mee om hun piratenpannenkoek over je stonewashed, slimfit, bootcut, limited edition, Japanse denim van €800 heen te kotsen. Ik haat turbulentie, want iedereen bij turbulentie doet iedereen alsof er niks aan de hand is. Of niet? Ik let altijd op de ogen van die stewardess. Ik denk, als dat wijf flipt, jongen, dan steek ik mezelf in mijn oog met die plastic vork. Hoeft dat voor mij ook niet meer. Wortelballetjes. Hebben die wel eens gezien? Die hebben ze nou ook, hè, in de supermarkt. Heb je ook wel eens, als je een zakje dropjes koopt, dat er één dropje bij zit dat eruit ziet alsof iemand het al een keer in zijn bek heeft gehad? Soms moet je asociaal denken voordat je sociaal kunt doen.